Ook in Schiedam zijn maandag al een aantal stembureaus opengegaan. Vooral kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, kunnen op maandag en dinsdag al hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit is een van de extra maatregelen die zijn genomen om de verkiezingen zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Veruit de meeste kiezers zullen gewoon op woensdag hun stem uitbrengen. In Schiedam kunnen de vroegstemmers op 5 locaties hun stem uitbrengen. De vaste locaties zijn het theater aan de Schie aan het Stadserf, de tent bij het Stationsplein voor station Schiedam Centrum en de tent bij het Bachplein. Daarnaast is er een drive-in locatie in de Van Heekstraat en een mobiel stembureau dat op wisselende plekken in de stad staat. Woensdag zijn alle locaties waarin Schiedam voor de Tweede Kamer kan worden gestemd geopend. Een van de locaties waar nu vanwege de coronamaatregelen voor het eerst gestemd kan worden is het theater aan de Schie. Schie sprak met Joep Schatoyer, een van de leden van het stembureau dat daar is gevestigd. Ik moet zeggen, dit is mijn eerste keer hier ook, maar ik moet zeggen, dit is een erg mooie locatie om rustig te kunnen stemmen. Dus prima, heerlijk hier binnen. Ja, de stembureaus zijn vandaag geopend voor de mensen die rustig willen stemmen. De kwetsbaren, de ouderen, daar is het voor bedoeld. Hoe druk is het geweest op die eerste dag tot nog toe? Nou, ik ben positief verrast. Er zijn heel veel kiezers die toch vandaag hun stem zijn komen uitbrengen. Dus ik denk dat de spreiding toch echt wel zijn vruchten afwerpt nu. Ja, want je zei het al, het is ook de bedoeling vanwege het coronavirus dat er zo verspreid mogelijk gestemd wordt. En de voorkeur is ook voor de mensen die dat kunnen om vooral wel gewoon op woensdag te stemmen. Merk je dat inderdaad de doelgroep voor wie het bestemd is nu vandaag komt stemmen? Ja, dat weet ik zo niet direct. Ik kan niet aan iemand zijn uiterlijk zeggen of dat hij bij de doelgroep voor vandaag hoort of niet. Dus, maar ik zie wel heel veel mensen op leeftijd zie ik vandaag stemmen. Dus ik denk dat dat doel sowieso bereikt wordt. Nou, voor de mensen die nog gaan stemmen en even nog niet bekend zijn met de procedures. Hoe werkt dat als je zich bij jullie komen melden? Nou, je wordt binnen verwelkomd. Dan wordt geattendeerd op het dragen van mondkapje, het 1,5 meter afstand houden. Vervolgens komen de mensen komen hier bij ons staan. Wij controleren de stempas of degene gemachtigd is om te stemmen of dat het allemaal in orde is. Wij reiken een stempas uit en dit jaar reiken we ook een potlood uit waarmee gestemd wordt geworden. Dit potlood mogen de mensen terug mee naar huis nemen. Nadat ze in het hokje zoals normaal de stemmen uitgebracht hebben en zelf het stembiljet in de brievenbus gedeponeerd hebben. En werkt dat op dit moment goed, de maatregelen die genomen zijn? Ik zie eigenlijk dat het heel goed mogelijk is hier nu, ja. Ja, ik moet zeggen, door de ruime opzet is het heel goed te doen. En jij bent hier dan ook dinsdag en woensdag? Ik sta alleen vandaag in gerooster, dus enkel vandaag voor mij. Maar zelf stemmen doe ik natuurlijk op woensdag.